Hoi, het is donderdagochtend, uurtje over 10. En ik ben gisteren in Dubrovnik aangekomen. Ik heb daar een appartementje, lekker voor 2 dagen. Zo'n 9 kilometer buiten de stad vandaan. Vannacht weer heerlijk geslapen en vanochtend lekker op tijd hier naar de stad Dubrovnik gegaan. Om gewoon even de stad te bekijken. Nou, het is echt ontzettend mooi hier. De stad is ook heel mooi, een heel mooi oud centrum. Ik zit dus een beetje uit de stad vandaan, want het is hier peperduur. Dus vanochtend 10 kilometer hierheen gefietst. En dan kom je wel achter hoe bergachtig Kroatië is. Want dat vond ik al best een beetje pittig. En morgen gaan we weer 100 kilometer door Kroatië. Dus dat wordt 10 keer zo ver. Dus dat wordt een mooie uitdaging. Maar eerst vandaag even lekker met de armen aan het werk. Beentjes hebben lekker rust. Ideaal, dat kajakken. En goed. Tot morgen. Hoi, het is zaterdag 9:15 in de ochtend. Nou, ik ben donderdag, na mijn rustdagje in Dubrovnik, ben ik vrijdagochtend weer om 5 uur op weg gegaan. Op weg naar de Plos. Dat was een flink eindje, zo'n 108 kilometer. En best wat stijgen en dalen. Soms stijgingen van zo'n 200 tot 400 meter met een stijgingsgraad van zo'n 7 tot 10%. Maar goed, was het alles waard. Als je de mooie plaatjes ziet ook, echt schitterend. Echt om stil van te worden, zo mooi. Het ging uiteindelijk heel voorspoedig. Ik was vroeg weggegaan en ik was om 11:30 al op bestemming. Lekker genoten van een vrije middag op het strand. Beetje bijkomen, want dat heb je dan ook echt nodig. Vanochtend weer op tijd weggegaan. Vandaag op weg naar Split. Kwam ik gisteren 2 Sloveense fietsers tegen. Die zeiden, joh, je moet niet de hoofdweg pakken. Is veel te druk nu op dit moment en echt gevaarlijk. Dus ga via een heel mooi eiland. Dan kun je even met de ferry daarheen. Eiland oversteken, dat is zo'n 60 kilometer. En aan het eind kun je zo naar Split. Dus dat heb ik gedaan. Ik zit nu op het eiland. Prachtig hier. Echt schitterend. Vandaag op weg naar Split. Morgen daar een rustdagje. De volgende vlog, daar moeten jullie eventjes op wachten. Die zal over een week komen. Omdat degene die de vlogjes in elkaar zet van de ZGG lekker op vakantie gaat. Nou, ik ben heel dankbaar dat ze deze vlogjes maakt. En ik hoop dat ze ook van de vakantie geniet. Over een weekje dus de volgende vlog. Ondertussen fiets ik heel Kroatië door richting het noorden. Tot kijk!